Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en ik zeg welkom bij deze fantastisch leuke video, want wij kunnen weer wat gratis krijgen. En wij zijn Nederlanders, dus wij willen graag wat gratis krijgen. En ik ga vandaag stap voor stap uitleggen hoe je het gratis kan krijgen. Dus dat gaan we ten eerste doen, dus geniet van de video en geniet van je gratis pakjes staan. Oké, dames en heren, sorry als ik af en toe niet in jullie mooie oogjes kijk. Maar ik moet natuurlijk overal even kijken waar het staat. En ik heb natuurlijk wat notities gemaakt, zodat we het met z'n allen gratis kunnen krijgen. Je krijgt namelijk twee pakjes. Een backpack bling en een ontzettend vette glider. Of ja, de backpack bling vind ik eigenlijk het vetste. Is hem echt met een bom en zo. Ik zal ook nog een screenshot in beeld tonen. En ten eerste moet je gewoon naar Twitch gaan. We zijn op Twitch. En dan ga je hier naar Prime Items. Hier kan je dan naartoe gaan en dan zie je wat je allemaal gratis kan krijgen als je Twitch Prime hebt. Ik had nog geen Twitch Prime. Ik heb ook nog nooit mijn 30 dagen proefperiode geactiveerd. Dus ik had geluk. Ik kon dus mijn gratis proefperiode activeren. En daarbij kon ik ook nog eens gewoon gratis deze pakjes krijgen. Dus dat is hartstikke nice. Oké, je hebt dus hierop geklikt. Dan zie je die lijst. Dan ga je naar deze Fortnite. Dan klik je hierop en dan land je waarschijnlijk op deze pagina, de Twitch Prime Pack. En als je al Prime hebt, klik hierop. Nog niet, dan klik je hierop en dan kom je hier. Hier kun je dus Twitch Prime inschakelen, daar klik je gewoon op. En dan komt wel een vervelende deel van dit gedeelte. Want je moet je bank of je creditcard koppelen voordat jij Prime kan installeren. Dit komt omdat je 30 dagen proefperiode hebt, maar als je hem niet op tijd opzegt, dan moet je natuurlijk wel gewoon normaal betalen. In Nederland gebruikt natuurlijk bijna niemand Amazon, omdat dat in Nederland niet echt iets is. Maar je moet wel dus je bank of iets koppelen om dit te krijgen. Geen zorgen, ik laat ook meteen zien hoe je het dadelijk weer uit kan zetten. Dus dan kun je het gewoon meteen weer uitzetten en dan heb je nergens om zorgen om te maken. Nou, als je dus je gegevens invoert, dan heb je Twitch Prime. Wat leuk is aan Twitch Prime is dat je gratis kan abonneren op een of andere streamer. Dan kun je hier gewoon, en ik staat hier, zoals ik hier bij CDN heb, abonneren, gratis abonneren met Prime. Ik ga het nu ook gewoon doen. Dan klik je erop. En dan ben je geabonneerd. Dat komt nu ook in de chat als het goed is. Of ik kom in beeld. Nou jongens, hier. Ik heb nu gerefreshed, want ik heb wel eerder geabonneerd op hem. En dan kunnen wij onze jubileum delen. Yeah, boy. Zo, dan doen we dit maar zo delen. Hopsakee. En dan komen wij hier in beeld. En dan hebben wij heel erg mooi onze prachtige gratis sub ingelost. Die kan je dus ook bij mij inlossen. En dan help je mij natuurlijk enorm. Super tof, super nice. En dan, het kost je niks. Dus dat is het leukste nog van alles. Oké, maar jullie zijn hier natuurlijk niet om gratis te abonneren op mijn Twitch kanaal. Jullie zijn hier om dat pakje te krijgen. Dus je gaat weer hierheen. Dan klik je, als het goed is heb je hem dan al. Dan klik je op deze, Epic Games. Dan kom je op deze site. Dan heb je Prime. Dan klik je hierop. Dan kom je hier. En dan moet je waarschijnlijk inloggen op PC, Xbox One of PC. Je kan hem volgens mij maar één keer claimen. Dus als je hem op PC wil, krijg je hem op PC. Als je hem op PlayStation wil, krijg je hem op PlayStation. En je kan hem maar één keer doen. Dus dan moet je inloggen met je PSN gegevens. En dan heb je het. Dus dat is het een beetje. En ik ga natuurlijk ook even laten zien hoe je het weer uit kan doen. Hier heb je dus. Ik zal alle linkjes hiervan wel in de beschrijving ook zetten. Dus hier van mijn Twitch kanaal waar je gratis kan abonneren hier. Dit van het Twitch Prime Pack. Hier voor Twitch Prime zelf. Die hebben we twee keer openstaan. Hier, dus CDN. Ja, daar hebben we net heel leuk op geabonneerd. En we hebben onze loot acquired. Dus zo simpel is het. Oké, nu gaan we even hierheen. Moet ik even de juiste dingetjes blurren. Hier staat lidmaatschap, gratis proefperiode. Betaaltermijn, hoe heet dat, maandelijk staat hier. En is dat volgende betaling 30 maart. Dus ik moet voor 30 maart moet ik mijn dingen weer opzeggen. En dat kan ik gewoon hier. Hier beneden staat gratis proefperiode en voordelen beëindigen. Dan heb je gewoon gratis skins. En als je het te laat opzegt, dus als je een maand later pas doet, dan kost het 4 euro. Als je 2 maanden later doet, dan kost het 6 euro. Dus of je hebt een gratis pakje,
Als je het vergeet, dan heb je een pakje voor 4 euro. Nee, 2 pakjes. Een glider en een backpack. En als je het nog een keer vergeet, dan heb je 2 pakjes. Een backpack bling. En een glider. Voor tientje. Voor tientje. Tientje. Ja, en het is gewoon zo simpel, jongens. Dus ik hoop dat ik jullie heb kunnen helpen. Ik hoop dat jullie het allemaal snappen. En dan gaan we nu een potje spelen met het nieuwe pakje. Haha. Oké, mensen, we zijn bij de pakjes aangekomen. We gaan naar mijn locker. En dan hebben we hier de eerste outfit. De Havok. En jij hebt deze ontzettend toffe backpack. Backup plan erbij. Dit is de backpack bling tasje. En dit is Poppetje. Je hebt ook nog de subcommander met een paars mutsje. En allemaal zo op en aan. Die vind ik persoonlijk wat minder vet. Maar ik vind deze ontzettend nice met die camo. Dus daar gaan we vandaag lekker mee spelen. We hebben ook nog wel eens deze slipstream glider. En die heeft ook mooi de paarse kleuren van Twitch. Dus jongens, volg alle stappen. Sub natuurlijk gratis en voor niets op mijn Twitch. En dan heb je deze pakjes. Oké, let's go. Op naar Ritoro. Ik ga wel... Oh, het nieuwe stadje ziet er zo cool uit vanaf boven ook. Oh, wat. Daar gaan we wel binnenkort even heen. Maar dat is natuurlijk de grootste chaos die er bestaat momenteel. Dus we gaan even rustig met onze pakjes landen. In Ritoro. Ik zie sowieso 2 andere teams. Wil je bij de huizen of bij de zwarte daken? Ik ga meestal bij de zwarte daken. Ik weet niet wat iedereen doet. Ik ga een beetje links bij de zwarte daken. Links achter of links in de midden? Links midden. Okay. Als we daar gewoon aan het einde gaan. Ja, is goeie. Hey. Oké, ik heb een handgun. Ik heb een pump. Ik heb 2 pumps, ik kan 1 droppen. Cool. 3 pumps. Er ligt er beneden 1 met ammo. Hier. Oh. Ik heb een pistool voor jou gedropt. Nice. Where is it? Ik had hem hier. Oh, hier. Op de balie. Oké. Thank you. Slurpie. Ja, ik zie ze. Ze komen nu naar mid-map. Oh, ja, kut. Hij hit mij. Oké, even nog rennen tot we wat betere loot hebben. Ja. Ligt hier nog wat in die bus? Kut, nee. Ik heb ook geen bouwmateriaal. Oh, fuck, ik ook niet. Oh, zijn er al. Oh, fuck. Ja hoor. Ik had hem 1 keer 47 gehit. Ik heb hem. Ik kan zijn teammate, waar ik weet niet waar die is nu. Okay. Oh. Volgens mij zijn er nog meer mensen. Nee, weet ik niet zeker. Maar ik blijf kijken. Oké. Okay. Goed hoor, GG. GG. Oké, cirkel zit ook wel nice. Oké, hier beneden lag ook loot. Ik heb alleen bandages. Oeh, Scar. Ik heb ook bandages nodig, man. Had hij nog een AR, ja toch? Oh, hier. Hier binnen. Oké, zo. Ik kan ik heb echt weinig ammo. Hier, ik kan voor je droppen. Wat heb je nodig? Nice. Hoe heet het? AR ammo. Shotgun heb ik ook gedropt voor je, alsjeblieft. Ik heb ook niet zoveel. Thanks. Nee. Oké, maar we hebben geen bandage. Nope. Oh, dit is kut. Oké, snel zoeken. Snel zoeken naar bandage. Misschien ligt in de watertoren nog bandage. Ga ik even snel kijken. Is goed. Ik hoop dat het even snel komt. Anders zijn we alsnog dood. Heb je helemaal je best gedaan voor de kills? Heb je geen bandage? Nope. Er zijn nog veel huizen daar beneden te looten. Ja. Laten we daar maar gewoon snel heen gaan. Ze hebben toch niet weer de bandage drop rate omlaag gegooid, hè? Dat word ik helemaal gek. Dit is geloot, kut. Kut. Oké, taco. Hoeveel AP heb jij? 30 of zo. Hè? Heb jij 30 HP, ja toch? Nee, 31.
Nou, als ik met 1 HP overleef, dan weten we waarom. Ja. Oké. Ga jij even snel een ander huis in? Ja, ja. We moeten echt snel zijn. We kunnen zonder bandage gaan we niet ver komen. Oké, dus ik heb een potion. Oké. Ik vind maar niks. Oh, mensen bij mij. In mijn huis. Oh nee, 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 ik ga niet finishen, nee! Ja, hij is heel dood! Nice! Oh shit. Ik ging dubbel pumpen terwijl de dubbel pump niet meer werkt. Oh, kut. Oké, okay, ja, hun hebben ook geen bandage, ze hebben alleen slurp. Ze hebben een cozy. Oh, of dat niet? Is van mij. Weet ik niet. Nee, ze hebben geen cozy. Oké. Okay. Oh, ze hebben 2 slurps. Moet ik die allebei innemen? Ja, nee, jij allebei. Ja. Scheiße, heb jij blauwe haar? Nope. Pak het. Nice. Oké, okay, GG. Maar dit is wel echt fucked up, hoor. Geen banish. Hebben we alles al geloot? Hey, dit was nog, hier lag nog een kist in. Pray for the bandage. Kom op. Oké, okay, hier komt een medkit uit, let maar op. Nee. Ook niet. Maar wel een goede drop. Een shield potion en een grenade launcher. Oké, okay, shield kun jij nemen? Dan heb ik alweer 130. Beter. Nice. Is het nog een kist? Ja. Hierboven. Hé. Hey. Oh, ik zit vast. Ja, ja. Bandage. Oh. Oké, okay, maar ja, nu heb ik alles al opgebruikt. Ja, dat lijkt er meer op. Nice. En we still alive. Oeh. Dat was even heftig. Heftige shit, ouwe. En we hebben nu... Hebben we nog bandages over of is het nu allemaal over? Er lagen 2 bandages in het huisje, maar ik heb impuls in deze meegenomen. Ja, ik kan ze wel meenemen, ik heb nog een vrieslot. Oeh. Oké, okay, nou ik heb 50-80, jij hebt 175. Nou, we kunnen er weer wat tegenaan, toch? Ja, we doen het gewoon. We moeten alleen echt niet geraakt worden. Oké, okay, nog 27 man. Het gaat snel, hè, omdat er nu zo'n nieuw stadje er is. Die killen elkaar altijd gelijk. Ja. Heb je rockets? En light ammo? Ik heb de mitrailleur. Ja. Alsjeblieft. Oh, ik heb zelf eigenlijk ook een SMG. Okay, dus die hou ik nog even bij me. Maar ik had 12 rockets. Oeh, nice. 20 heb ik nu. Goh. Oh, achter ons. Geert. Nog een keer Geert. Nog een keer Geert. Knocked. Hij zit links op het dak. Ja, die gaat niet overleven. Ik weet niet waar hij zit nu. Hij zit links naast de richel. Zie hem, ja. Hij bouwt ernaast. Ik heb Hit. Hem. Nice. Ik ga de storm in. Ja. Ik heb 2 banish. Ik pak jij rechter. Oh, hun hebben medkit. Nice. Hier liggen nog meer banish. En minis. Hoeveel medkits zijn er? 1. Ik kan nog meer banish meenemen. Ik neem gewoon zoveel mogelijk mee. Wacht. Oh nee, laat me. Oké, let's go. Gaan we weer terug. Ja. Oké, ik denk dat we nu gewoon banish moeten gebruiken en dan straks kunnen we wel medkitten. Als het echt nodig is. Exactly. Wacht, ik drop weer terug. Ik neem nu echt alles voor bandage, want ja. We hebben weer gemerkt dat je het niet altijd krijgt. Hier, 2 man. Oh, waar? 190. Geert, headshot. Oké,
Holy shit. Blijf schieten nu. Geef het nog een keer. Oh nee, dat is een knock. Ik heb er nog eentje gehit. Ja, hij loopt er nog steeds achter. Hij zit naast die boom nu. Wat? Are you kidding me? Echt, dit mag toch niet kunnen? Wat is dit? Ja, hij exploot ons. Oh my god. Oh mijn god. Dit was echt nice. Oh wow. Maar hoe kan dit? Je kan elkaar nooit killen. Dan krijgt hij enig een damage. Ik zag hem ding oppakken, hè, maar ik dacht nee joh. Dat kan niet meer. We hebben hem al. Je had hem ook al. Ik killde hem en toen werden we nog gekilled. Nice. Nice, ja. Maar we hebben toch een lekker potje gespeeld. Ondanks dat we niet hebben gewonnen door deze hele rare shit. Hij schoot zijn rocket al voordat wij hem hadden gekilled. Maar dit had natuurlijk niet mogen gebeuren. Want ik heb ook een keer iemand gehackshot met een pumpshotgun. En toen kreeg hij geen damage. Omdat op zijn beeld had hij mij eerder geraakt. Dus dit vind ik heel raar. Maar alsnog hebben we gewoon met het pakje gespeeld. Dus ik heb duidelijk uitleg gegeven hoe je hem kunt krijgen. Geniet van je pakje. Geniet van je sub op mijn Twitch kanaal natuurlijk. En dan zie ik jullie de volgende keer, jongens. Later.